We gaan het hebben over ons brein. Hadewieg. Hoi. Hadewieg. En dat gaan we weer doen in het Nederlands. Dan kun jij ook weer eens rustig die andere talen leren. Want het hele jaar 2012 staat het Discovery Center, het Continuum in Kerkraden, het teken van het brein. Een hele speciale tentoonstelling. We praten erover met Kim Dirksen. Gaat daar binnenkort een presentatie over houden over het brein. En Gene Bertrand, hij is hoofdprogramma bij het Continuum. Ja. Hartelijk welkom. Laten we eens even beginnen. Continuum en een brein. Dat vonden jullie interessant om daar eens wat over te... Nou, niet alleen maar wij, want inmiddels hebben we 25 partners die het programma mee vormgeven. En kijk, brein is een fascinerend thema. We hebben het allemaal, soms gebruiken we het meer, soms niet. Dat hoort erbij. Ja. Maar we zien ook gewoon dat onze bezoekers het heel erg interessant vinden. Mm-hmm. Want waar bestaat de tentoonstelling uit, als ik het zo mag zeggen? Het is eigenlijk een project. Mm-hmm. En een project bestaat uit 2 grote tentoonstellingen, 4 kleine reizende tentoonstellingen en een gigantisch aantal aan lezingen, workshops, activiteiten, evenementen, performance. Hele jaar lang. Tot eind, begin januari volgend jaar. Ja, daarbij geven jullie een soort digitaal magazine uit, met allerlei weetjes. Hedwig, hoeveel procent van het zuurstof gaat naar de hersenen? Misschien dat jij dat ook toevallig weet. Hoeveel procent van het zuurstof wat we inhouden gaat naar de hersenen? 80%. Oh ja, je denkt, het is er bijna goed als ik het dan even voor Kim. Nee. Wat is het? 20%, hè? Ja, 20%. Ja, het is bijna 20-80. Ja. Hoeveel milliliter gaat het bloed per minuut door je hersenen? Door je hersenen. Ja? Ik heb het niet, ik durf het niet te zeggen, dat ik zeg weer eens doms. Hoeveel is het? Zeg het. Zeg het, alsjeblieft. Bijna een liter. Bijna een liter? Ja. Bijna een liter per minuut. 750 milliliter, hè, Kim? Ja. Zo. Ja. Waarom zijn die hersenen zo bijzonder? De hersenen zijn gewoon heel belangrijk voor allerlei functies. Ze zijn niet alleen belangrijk om te leren, waar wij bij de Open Universiteit onderzoek naar doen, maar ze zijn ook belangrijk om gewoon te functioneren. Mm-hmm. Ja, er werd net al gezegd, de ene keer gebruik je de hersens beter dan, dan de ander. Er is wel eens een spreekwoord, die heeft een stel goede hersenen, als je op de universiteit zit. Is dat nou genetisch bepaald, of klopt dat gewoon, of heeft iedereen gewoon dezelfde hersenen? In principe zijn er is een aanleg en er is iets wat aangeleerd is. En onderzoek wijst uit dat het ongeveer 50-50 is. Dus je krijgt een bepaalde bagage mee eigenlijk van je ouders bijvoorbeeld. Dus die zit in je genen. Mm-hmm. En je opvoeding en wat je tijdens je leven meemaakt eigenlijk bepaalt in hoeverre je die aanleg zeg maar gebruikt. Okay. Maar wat kan ik dan doen, want ik heb net een zoontje. Ja. Wat kan ik doen om hem dan een heel goed stel hersenen te geven? Ziek maken. Ja, muziek maken is heel goed. Ja? Mozart worden ze slim van, toch? Zeggen ze wel eens. Of is dat onzin? Nou, leg maar uit. Dat zeggen ze wel eens. Omdat het zo'n ingenieuze muziek is? Of, Er zit heel veel variatie in die muziek. En dat prikkelt de hersenen enorm. In plaats van bijvoorbeeld popmuziek, Britney Spears. Deze andere klanken, andere dingen die dus het is ook niet zo dat je alleen maar rustige muziek hoeft laten horen. Er zijn veel mogelijk verschillende. Altijd iets nieuws doen. Altijd iets nieuws aanbieden. Of het nou muziek is, of lezen, of op stap gaan. Ja. Of reizen of wat dan ook. Maar steeds, maar iets nieuws goeie, doen. Ja. Steeds nieuwe dingen aanbieden. Ja. Zijn het dan diezelfde hersenen die bepalen wat men aanleg is? Hedwig is heel muzikaal. Ik ben totaal amuzikaal. Bepalen dat de hersenen waar ik goed in ben? Ja, in principe is dat de genetische opmaak zeg maar, die je van, je ouders of van je familie meekrijgt. En dat bepaalt inderdaad waar je een bepaalde aanleg of voorkeur voor hebt. Maar als die aanleg totaal niet gestimuleerd wordt door je opvoeding, dan gaat dat uiteindelijk wel verloren. Maar mogen we ervan uitgaan dat jouw zoontje wel een toptalent is? Want die wordt absoluut gestimuleerd in de muziek met papa en mama in die branche. Heeft hij ook alleen maar muziek gehoord. En dat is heel leuk. Ik weet niet of ik dit mag vertellen, maar ik speelde dus heel veel tijdens de zwangerschap. En als ik nu diezelfde liedjes speel, dan zie je echt dat hij het herkent. Het is fantastisch om te zien. Ja. En dan kun je hem ook rustig mee krijgen. Ja. Leuk is dat, hè? Bekend geluid. Ja. Dan even naar een ander. Iedereen zit in de examenstress. Die van jou nog voorlopig niet, maar over 16 jaar is het zover. Dan zit je op de HAVO bijvoorbeeld en dan moeten ze nu de examens in. Ja. Is dat topsport voor de hersenen of moeten we dat nou gewoon niet overdrijven? Het is wel zeker topsport. Er moet een heleboel informatie eigenlijk een korte termijn in je geheugen opgeslagen worden. En het geheugen is eigenlijk zo opgebouwd dat maar heel beperkte informatie kan opnemen op een bepaald moment. Dus het is eigenlijk wel topsport. En er zijn allerlei techniekjes waar wij bij de Open Universiteit ook onderzoek naar doen om dat geheugen te versterken en gebruik te maken van die werking van het geheugen bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld effectieve leerstrategieën. Ja, als we nou kijken, al die mensen die gaan dadelijk die studieboeken in. Wat is dan nou een effectieve leerstrategie waar die hersenen wat mee kunnen? Ja,
Waar wij onderzoek naar doen is het gebruik van toetsen. Ja, toetsen worden heel vaak gebruikt, maar vooral als een summatief instrument. Wat? Een summatief? Een summatief, dus op het einde, als je op het einde van een bepaalde periode, dan toets je wat je hebt geleerd. Maar eigenlijk helpt zo'n toets ook heel erg tijdens het leren. Dus als je informatie ophaalt door vragen te beantwoorden uit je hoofd, dan leer je veel beter dan wanneer je een tekst meerdere keren leest. Want ik weet niet hoe jij bijvoorbeeld voor een proefwerk of een tentamen je voorbereidt, maar de meeste leerlingen doen het lezen en nog een keer lezen en dan gaan ze een proefwerk maken. Als je het hardop doet en je hoort het ook inderdaad, dan gaat het veel sneller, het proces. Hè? Ja. Ja. We hebben daar een klein schemaatje van, daar brengen we nou even in beeld. Leg je misschien even je uit hoe je dan nou het beste al die kinderen zouden kunnen leren. Achter je staat het ook, maar je kunt het daar ook zien. In principe is het goed als je eerst een tekst globaal leest, een overzicht creëert voor jezelf van die tekst, waaraan je later allerlei informatie kunt ophangen. Omdat je werkgeheugen zo beperkt is het goed om eerst overzicht te creëren. Dat doe je door een globaal te lezen. Vervolgens, korte pauzes is altijd belangrijk voor de hersenen, zodat ze even weer wat rust krijgen. En daarna ga je de teksten grondig lezen, dus lees je echt alles in die tekst. Weer een korte pauze. En vervolgens moet ik heel even kijken, nog een keer globaal lezen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk al een soort van herhalingsfase die je dan gaat doen. Dus je leest de tekst nog een keertje globaal. En wat dan belangrijk is, inderdaad navertellen of een tussentijdse toets maken. Voor jezelf samenvatten. Precies, ja. Mm-hmm. Of een toets maken, dat is ook een hele effectieve manier. En vervolgens nog een keertje controleren of je het goed hebt naverteld, of een goede samenvatting hebt gemaakt, of de toetsvragen goed beantwoord hebt. Dat is eigenlijk een hele effectieve strategie. En veel leerlingen doen dit niet. Die doen alleen maar lezen en nog een keertje lezen. Maar als je deze strategie zo zou doorlopen, ben je in principe evenveel tijd kwijt dan wanneer je twee keer grondig leest. Ja, wat goed. Oké, dan hadden we misschien ook voldoende gehaald vroeger als we dat hadden geweten. Hadden we een echt vak geleerd. Oh, het is toch te laat. Ja, het is niet te laat. Toch, je blijft ook in die vakken gewoon aanleg hebben. De ene is beter in wiskunde, de andere is beter in geschiedenis, omdat die feiten beter kan onthouden. Hoe werkt dat dan in de hersenen, dat de een meer aan de linkerkant zit en de ander meer aan de rechterkant van die hersenen? Ja, dat is natuurlijk een geslachtsverschil. Hè? Wat vaak gezegd wordt, meisjes zijn slechter in wiskunde, jongens zijn daar beter in. Is zo? Hoeft niet per se. Nee, dat is ook weer hoe je gestimuleerd wordt. Het blijkt dus ook zo te zijn, doordat die vooroordelen er zijn, dat meisjes anders behandeld worden in de klas door hun leraren vergeleken met jongens. Ja, dat... Ja, je zoon staat nog wat te wachten. Dat nog wat duidelijk, ja. Jean, je hebt nu dat programma gemaakt samen met een aantal mensen. Kijk jij nu anders tegen die hersenen aan? Ik heb er nog meer respect voor en ik besef letterlijk dat ze nog veel belangrijker zijn dan je vaak denkt. Maar ook dat je heel veel invloed kunt hebben. Het is nooit te laat om te leren en ook op oudere leeftijd je nog steeds heel veel invloed kunt hebben op de werking, op je cognitieve vaardigheden enzovoort. Dus gewoon bezig blijven. Ja, bezig blijven is goed. Ja, Kim, je hebt binnenkort een presentatie in het Continuum. Dan heb je ook wat testjes. Je hebt er een paar gewoon meegenomen, althans die gaan we doen. Yes. Even opletten, zou ik zeggen. Je leidt ze maar even zelf in. En kijkers ook gewoon even meedoen thuis, zou ik zeggen. Want we gaan iets doen met woorden en met cijfers. Met cijfers, ja. Neem ons eens eventjes mee. Ik heb een cijferreeks meegehouden. En ik wil jullie dus vragen om de cijfers 1, 9, 4 en 7 te onthouden. Mm-hmm. Oké. Okay. Nou, dat lukt mij nog wel. Ja? Ja? Kunnen jullie ze nu de cijfers nog eens zeggen? 1, 9, 4, 7. Ja, kun je ze ook 1, 9, 4, 7. Nou, die gaat nog wel. Kun je ze ook in de omgekeerde volgorde zeggen? Nog een keer? In de omgekeerde volgorde. 7, 4, 9, 1. Heel goed, ja. 9, 4. Ja, wat een lastiger. 1, 9, 7. Ja, 7, 4, 9, 1. Ja. Ik heb hem. Deze cijferreeks wordt in je werkgeheugen opgeslagen en die is heel beperkt. Eigenlijk kun je maar 5 tot 9 eenheden, dus bijvoorbeeld cijfers, onthouden in je werkgeheugen. Ik heb nog een cijferreeks meegenomen. Ja? Wat dan? Oh! Die is ietsjes langer. 6, 2, 7, 5, 9, 3, 4. Ja, ik hak al af hoor, jongens. 6, 2, 7. Daar presenteer ik ook programma's. 6, 2, 7, 5, 9, 3, 4. Ja? 6, 2, 7, 5, 9, 3, 4. En? 6, 2, 7, 5, 9, 3, 4. Maar ik heb er een soort riedeltje van gemaakt. Ja. 6, 2, 7. Hoe werkt dat dan? Een riedeltje? Een soort van rijmpje. 6, 2, 7, 5, 9, 3, 4. Je hebt niet meegedaan aan de voorbereiding van het programma. Kim zit al te knikken. Ja, werkt dat zo? Je maakt er een soort rijmpje van? Ja, dit werkt. Toch? Als je het alleen maar leest, dan hoor je het niet. Terwijl als je het hardop zegt... Stop, dan helpt het meer. En zo werken het ook in die hersenen. Ze kunnen het beter onthouden door er iets anders aan te verbinden. Precies, dat had ik bijvoorbeeld met het eerste cijfercombinatie. Ik zag gewoon het jaartal 1947. Ja, precies. Dat is voor mij wat makkelijker te onthouden. Ja.
Want dan maak je er inderdaad één cluster van. Dat is een hele goede manier. Dus maak je er één eenheid van. Wat jij hebt gedaan, dan een rijmpje. Wat ook goed is om bijvoorbeeld te koppelen aan een geboortedatum. Ja, of aan een huisnummer of zoiets. Ja. Ja. Het zijn allemaal effectieve manieren om zo'n... Allemaal levensjes. Nee, ik bedoel allemaal ezelsbruggetjes eigenlijk, ja. toch? Ja. 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 Okay. Ja. Dan willen we nog even wat woordjes gaan leren. Ja. Die brengen we ook in beeld. Hoe gaat dit? Ik heb Spaans-Nederlandse woordjes. De Spaanse woordjes aan de linkerkant met daarachter een Nederlandse betekenis. Ik wil jullie vragen om die 10 woordjes met een betekenis goed te bestuderen. Ja, de taal is al sowieso nooit mijn sterkste ding geweest. Ik heb hier één hele interessante student tussen zitten. Die zit ze van buiten te leren, joh. Ja, dat gaat mij niet lukken, jongens. Ja, hallo? Ja? Wat krijgen we nu? Hebben jullie ze allemaal... Ben je gek? Mij moet je niet vragen. Ik leid de discussie wel, ja? Okay, ja. ja? Vervolgens ga ik jullie vragen om 1 tot en met 5 opnieuw te bestuderen. 1 tot en met 5 opnieuw? Ja. Ja, komt-ie. 1 tot en met 5. Ja. Nou. Ja? Je doet nog meer de weg? Ja, je hebt hem nog helemaal te pakken, ja? Ja, ze kijkt wel heel erg... Ik weet het niet, okay. Ik weet niet of me dit nog lukt. En dan gaan we door. 6 tot 9 om die op te halen uit je geheugen. Dan stond ik nog wat grootmoeder, weet ik nog. Ja, ik zal... Ja, dan komen ze in beeld, ja. Dan gaan we 6 tot 9 nog uit het geheugen halen. Ja, die is die laatste. Abuela is grootmoeder. Cara is gezicht. Aurora is nu. Desvan. Wat was dat ook weer? Nee, dus ik weet Aurora, Cara en Abuela heb ik wel goed, denk ik. Maar... En 9, pesto of zoiets? Pasto. Pasto. Pasto, ik zou het niet meer durven te zijn. Nee, dat durf ik ook niet meer te zeggen. Nee. Erg, maar knap, ik haak het al helemaal af. Je had er nog een paar meer dan mee. Want hoe werkt dat dan nu? Ja, nu zou ik jullie gaan vragen om nog eens alle woordjes op te halen. Ja? En wat je dan ziet, eigenlijk bij heel veel onderzoek, is dat je de eerste 5 woordjes minder goed kunt onthouden dan de laatste 5 woordjes. Puur omdat je die laatste gezien hebt. Nee, omdat je die hebt opgehaald uit je geheugen. Dus dat was al een oefening, zeg maar, van wat je nu weer zou moeten doen. En de woordjes die je nog een keertje hebt moeten lezen, die heb je niet opgehaald, niet actief bewerkt eigenlijk. En daardoor heb je die minder goed onthouden. Ja, voor de mensen die thuis hebben meegedaan, dit zijn de antwoorden. Wat mij nou al gewoon opvalt, mijn co-presentatrice die heeft 300% meer goed dan ik. Kan dat verklaard zijn inderdaad door geslacht, leeftijd? Zijn daar een verklaring, of ben ik gewoon, en dan vergeef me even het woord, gewoon dommer? Nee, je hebt sowieso tijdens de leerfase die wij net hier geprobeerd hebben, heb jij je aandacht niet gericht op de woordjes, maar was je bezig met andere dingen. Dat is heel belangrijk, dat je aandacht eraan besteedt. Als je dat niet doet, dan zul je ook niet leren. En verder, misschien heeft jouw voorbeeldige collega meer Spaanse kennis of taalkennis. Nee, maar ik heb natuurlijk met teksten leren, ben ik natuurlijk meer erin getraind om dingen te onthouden. Dus ik heb daarin al natuurlijk een enorme voorsprong. Dat vind ik fantastisch van de muzikant. Die staat daar een uur op de bühne en die raffelt die teksten gewoon allemaal foutloos af. En ik zou die teksten echt niet van buiten kennen. Nee, maar dat is altijd erg. Dan heb je een heel toneelstuk gespeeld. Heb je alle emoties gespeeld tegen iedereen. Dat je die tekst hebt onthouden. Terwijl je denkt, dat die tekst onthouden is het minste. Weet je wel. Emoties en al. Ja. Oké, goed. Ja. Het continuum, tot wanneer kunnen we deze wisseltentoonstelling bekijken? Nou, de ene die er nu draait tot eind juni. En dan komt er een nieuwe tot begin januari volgend jaar. Ja, leuk. En daar moeten we dus allemaal eens een keer naartoe. Ja, want dan blijkt het weer hoe interessant dat brein toch is.